motor is helemaal open. Ja, die motor is helemaal open. En die hadden wij dan in de inspectie. Hè. Dan moesten we die vleugels daarbuiten. En soms dan moesten we vliegen. En dan kon je hier, je moet je voorstellen, die propellers die zijn van hout. Oh ja, dat het zijn allemaal stukjes hout. En die zijn tegen elkaar aangezet en dan lopen stalen stangen erin. En dan zit er aan het eind daar zo'n blikje. Wat je daar ziet. En dan konden we daar een reflector in draaien. Eén gewoon helemaal wit en één met een streepje. En dan hadden we een lamp. Dan kon ik erop schijnen. En die gaf allemaal lichtstootjes. En dan kreeg je die dingen in beeld. En dan moest die, dat zwarte streepje precies in het midden van het rode zijn. Als dat niet zo was, dan trilde die hele kist. En dan gingen we landen. En dan moesten we even die vleugel, een klein, dat blikje, een klein setje geven. Net zo lang totdat die stil was. Nou, laatst leerde je dat wel makkelijk. Voor te stellen, hè? Als je daarin vliegt. Maar die twee, dat zijn heel kort, de vleugels. En dat zijn twee hele lange vleugels. Ja, ja. Die zijn, anders die dan zijn dan voor, ook voor sturen. Dus die kun je draaien. Dus als die er zo, dan ging hij scheef hangen of recht hangen. En zo, die andere die zijn eigenlijk meer van omhoog en omlaag. En die andere zijn te zwinken. En daar zit dan een staartrotor achteraan. En als die er niet zo zitten, dan zwaait die helemaal in de rondte. Ja. En dan krijgt hij het moment van die motor mee. En die staartrotor die zorgt gewoon dat hij. En dan kun je door de pedalen te drukken, die staartrotor meer die kant op laten gaan en meer die kant op laten gaan. Dus dan kun je zo weer sturen. En daar heb je de pedalen zitten. En die stok die er staat, die roer, dat was ook een vooruit, opzij en achteruit. Je kunt achteruit vliegen. En die stok die daar zit, met dat hendel, die was omhoog en omlaag. Dus je moest dus dat doen en gelijktijdig vooruit. Maar dat mocht niet met hele kleine setjes. Dus bovenop die zwarte knop, er zit een heel klein knopje. Dan kon je even tjist. Heel kleine, anders deed je vaak veel te veel en dan ging je meteen zo. Ja. Dus dan kon je heel zachtjes. Ja. De kist. Dat is een verkenningsvliegtuig. Nou, die werd veel gebruikt voor de artillerie. En die waren dus een schieten met kanonnen. En die kon ongeveer wel richten. Maar dan wist je het niet precies. Dan vlogen zij erboven. En die waarnemers die meevlogen, die wisten precies. Je moet 2 graden naar links, 2 graden naar rechts. En dan boem, dan hadden ze het doel bereikt. Maar is het ook echt gebruikt in een oorlog? Nee, het staat hier dat het een naam is. 1955, het was gebruikt voor de opbouw. 1955, ja, we hebben zo'n hele strenge winter gehad. Toen was de Biesbosch ook helemaal bevroren. En toen hebben ze hier allerlei grote dozen met oud brood en alles. Daarheen gevlogen en daar geloosd van de beesten allemaal. Dan dreigde al het beesten dood te gaan. Ja. Nou, dat witte, die witte rand daar, of is dat van een beschadiging? Ja, maar kijk, zit er allemaal binnen. Daar heb je nog een heel erg.
En wat moest je verder? Je moest hier de rotors afstellen? In de motoren. In de motoren zelf? Ja, dat hebben we zelf, de magneten. Er zaten twee magneten op. Dus daarmee regel je dus dat hij op tijd de foam krijgt voor de explosie. Dus dan had je een speciaal kastje, dan kon je het draaien. En dan kon je hem wat voor of achteruit zetten. Ja. En smeren en zo, hè. Al die draaiende delen. Die draaiende delen, dan moest allemaal gesmeerd worden. Ja. Is er helemaal geen wielen op de grond? Nee, hebben ze niet, nee. Hier landen we zo mee op het gras. Ja. En als dat te hard ging, nou... Nou, dat voelde ik. Ik heb al gehad dat de deuren eruit vlogen. Nee, daar zijn wieltjes. Dan kun je van achter het staart dompen. En dan kon je hem nog een beetje verrijden. Dus ze bleven gewoon buiten staan, buiten de hangar of zo? Nee, we reden ook wel de hangar in. Ja? Oké. Okay. Later kun je dit werken. Ja. Dat ziet er altijd een stuk bij. Je hebt ook een straalmotor erin zitten. Ja. Die propellers zijn veel groter, toch wel? Ja. Alle vier. Was dit hem? Ja. Daar is hem dat. Toch niet? Nee. Dit is een hele helikopter. Eigenlijk zou ik vragen of er nog iemand direct op je mag niet al het hek komen. Nee. Nee, voor mij Bob loopt aan de andere kant van de hek. Joop, nou moet je hier even blijven, want Cindy en Reinier zijn er ook niet. Ik heb je ook al willen laten zien. Ook jou. Oh, goed.